Eerst nog even het wisselgeld teruggeven aan een klant en daarna kan de burgemeester van Ede, Kees van der Knaap, de prijs uitreiken. Kapsalon Protivius is familiebedrijf van het jaar geworden. Maar wat maakt dit bedrijf eigenlijk zo uniek? Nou, het leuke is dat ze alle drie, vader, zoon en kleinzoon, actief zijn in een kappersbedrijf. Een heren- en een dameskapper in Otterlo. En ja, waar tref je het nog dat je een kapper tegenkomt die al bijna 75 jaar in het vak zit. En nog steeds actief is als kapper. Samen met zijn zoon en zijn kleinzoon. Dat is toch fantastisch. En waarom heeft dit bedrijf dan juist die titel verdiend? Nou, het is ook een enquête gehouden en ook mensen konden meedoen om een bedrijf aan te wijzen. En het is met name de bevolking zelf die samen met een vakkundige jury die hebben bepaald dat de kapper Proficius in Otterlo het familiebedrijf van Ede is. En het leuke daarvan is dat ze nu ook genomineerd zijn om mee te doen aan de landelijke verkiezingen voor het familiebedrijf van het jaar. Dus wie weet sta ik hier over een paar maanden weer om het familiebedrijf van Nederland hier tentoon te spreiden. Geweldig toch? Ja, wat voor kansen geeft u deze kapperszaak om de nationale titel te behalen? Het leuke is dat het een kleinschalig kapperbedrijf is in Otterlo, waarin inderdaad drie generaties zelf nog actief zijn. En ik denk dat dat weinig familiebedrijven ook kunnen laten zien. In de jaren 50 begonnen, nog steeds hier actief. Fantastisch. Ja, familiebedrijf van het jaar. Wat betekent die titel voor u? Wat ik ervan vind? Nou, fantastisch. Ja, dat u dit nog mee mag maken, hè? Ik waardeer het wel, ja. Op mijn jeugdige leeftijd nog. En waarom zouden nou juist jullie als familiebedrijf van het jaar gekozen moeten worden? Nou, ja. Het is natuurlijk hartstikke leuk natuurlijk dat gebeurt natuurlijk. Het is natuurlijk wel uniek natuurlijk dat we dus met drie generaties natuurlijk in het bedrijf werken. Dat is hartstikke mooi natuurlijk. Nu nog tenminste. En volgend jaar is mijn vader 75 jaar werkzaam als kapper. Jij staat misschien een beetje voor de toekomst van dit bedrijf. Wat denk je dat het kan betekenen voor de toekomst van jullie kapperszaak? Dat geeft natuurlijk de nodige PR. En dat is altijd belangrijk natuurlijk voor de continuïteit van je bedrijf. Je moet altijd bezig blijven met vernieuwen en je bekend houden. Weten dat je bestaat. Wilt u zich nou ook laten knippen door dit bedrijf van het jaar? Maak dan snel een afspraak.